Nico, fantastisch evenement met een uitstekende kers op de taart wat ons betreft. Kun je ons heel even meenemen in die laatste pak een beetje 20 seconden van de partij? Vol gas. Vol gas en niet stoppen totdat het klaar is. Dus ja, ik moest lachen, want ik zat in mijn flow, weet je. Ik was lekker aan het uitzoeken waar ik weer ging raken. En ineens kreeg ik een douw van die scheidsrechter. Terwijl ik aan het stoten ben, douwt hij me weg en ik vlieg bijna uit de ring. Dus ik moest wel lachen, ja. Het was natuurlijk die high kick die hem inleidde. Ja. Was dat ook een beetje onderdeel van het plan dat je wist dat je hem vaak op zijn benen ging trappen, dat hij laag ging dekken en uiteindelijk met die high kick eroverheen kwam? Nou ja, het is eigenlijk gewoon iets wat we überhaupt in onze training de laatste maanden eigenlijk gedaan hebben. Dat heb je ook gezien tegen Silva, deden we dat ook. En dat ging ook goed. Dus ja, uiteraard dat ik dat in dit spel weer mee heb genomen. Dus lekker trappen, laag naar het lichaam en dan van daaruit ineens omhoog. Dan is het echt een verrassing. Moest je in het begin maar even wennen aan de kracht van Jamal of had je het direct onder controle? Nee, ik had het gelijk onder controle en ik maak gewoon een hele grote fout. En ik blijf recht voor hem staan in zijn stootkracht. Ja. En dan loop je er vol op en dan moet je zeker bij een jongen als Jamal, maar bij niemand die 120 kilo weegt, moet je dat doen. En dan word je gewoon geraakt. En als je dan geraakt wordt, ja, dan moet je er even van herstellen. Ja, dat is wat het is. Dat hebben we gedaan en we kwamen eroverheen en we zijn doorgegaan. Je hebt natuurlijk de hele divisie een beetje geklaard, hè, zo zou je het kunnen noemen. Bleef er eentje over en die heb je ook inderdaad uitgenodigd. Badr Hari, wat verwacht je ervan komend jaar? Gaat die partij er komen? Ik hoop het, ja. Er zal nog een hoop besproken moeten worden. Ik heb gehoord dat hij eerst een opwarmwedstrijd doet. In ieder geval om er weer even in te komen in maart. Dus vorige keer deed hij dat niet natuurlijk en kwam hij gelijk tegen mij. Ja, dat viel waarschijnlijk toch een beetje tegen en hopelijk dat nu beter gaat. Rotterdam, maart. Verwacht je dat je met maart weer kunt gaan vechten in Rotterdam? Ik weet het niet. Ik weet het niet. Durf het niet te zeggen. Ik hoop dat ik nu even lekker bij kan komen. Lekker even genieten van alle mooie dingen die ik allemaal aan het doen ben. De leuke dingen. En vooral de kerst natuurlijk met mijn gezin. En dan gaan we zien wat het gaat brengen. Kijk, ik heb stiekem toch al nu in 6 maanden al 3 wedstrijden weg. Dus ik denk dat ik wel even mijn rust verdiend heb. Ja. Kan ik me voorstellen. Rico, fijne feestdagen en geniet van je. Dankjewel, jij ook.